Yo mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en vandaag doe ik weer mee met de Sprint Triathlon in Gent, de Mr. T. Het is mijn derde keer dat ik er mee meedoe. Dat was ook mijn allereerste triathlon 2 jaar geleden in 2021 die ik ooit heb gedaan. Daar heb ik eigenlijk het opgepakte triathlon. Het is voor mij eigenlijk een beetje een thuis triathlon. Het is niet ver van mijn deur. En het is een Sprint Triathlon, dus dat wil zeggen dat we gaan beginnen met 750 meter zwemmen, met 20 kilometer fietsen dan. En dan sluiten we af met 5 kilometer lopen. De triathlon is voor de mannen helemaal volzet, dus het wordt een drukke dag, het wordt een leuke wedstrijd hopelijk. Het weer ziet er naar uit dat het droog is, dus dat is allemaal top. Het ziet eruit dat het droog gaat blijven. Fijn dat jullie weer, fijn dat jullie aan het kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Ik ga sowieso mijn best doen, maar ik wil me even wel indekken. Ik ben dus aan het trainen voor een halve Ironman. Ik heb niet echt gewerkt aan die snelheid, die pure high-end speed, zeg maar, of op die harde intervallen, dus normaal gezien is niet mijn beste discipline, maar ik ga sowieso mijn best doen. Ik voel mij niet super fris. Ik heb niet zo super lekker geslapen, maar ik ga er wel doorkomen door de hele dag. Gelukkig is de wedstrijd pas vanmiddag, dat ik er wat tijd heb om er naartoe te werken en wat door te komen. Het is nu 9:15, dus ik ga mij even klaarmaken. Even gaan ontbijten en dan mijn fiets gaan kuisen, want ik moest dat gisteren doen, maar het is er nog niet van gekomen. Dus even nog mijn fiets een beetje kuisen en dan kan ik me klaarmaken om richting Gent te vertrekken. Vanmiddag is het ook nog teamrelais, dus dat wil zeggen dat Rune, Jente en Lucas Downes mee gaan doen met de teamrelais. Het is Rune die eerst gaat zwemmen, Jente gaat fietsen en Lucas gaat lopen. Ik ga jullie even allemaal oplaten. Ik heb al mijn griever klaargelegd dat we mooie beelden kunnen maken. Hè. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje spannend. Ik ben mij dus aan het klaarmaken om te vertrekken. Ik ben al mijn griever aan het klaarmaken. Maar het ding is, vorige triathlon, vorige week, dat was om 9:20 ochtends. Dus we moesten dan vroeg opstaan en dan was dat gewoon opstaan en klaarmaken naar de race vertrekken. En nu is dat zo een beetje uw dag toch wel die er naar opbouwt. Dan zijn je griever aan het klaarmaken, je fiets aan het klaarmaken, jezelf aan het klaarmaken. Maken en ondertussen weet je van die race begint eraan te komen en voor mij zorgt dat toch wel een klein beetje voor stress ook. Het is een thuiswedstrijd, veel volk komt kijken, dus ik wil het wel goed doen. Ik weet dat ik in goede vorm ben en ik weet dat ik misschien wel beter kan doen dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Allee, ik weet dat niet, ik ben daar vrij zeker van als het allemaal goed gaat natuurlijk, als het niet super slecht weer wordt. Maar ik zie het wel zitten, ik vind het spannend, het is altijd een leuke wedstrijd daar. Ik moet gewoon zorgen dat ik zeker niks vergeet. Mijn mama komt met de fiets, dus ik moet ook even met mijn rugzak even alles meenemen wat ik nodig heb, of toch het meeste wat ik direct nodig heb. Mijn triathlon suit bijvoorbeeld heb ik nodig. Er komt sowieso ook nog binnenkort een video aan waarin ik een keer ga overlopen wat je allemaal nodig hebt voor triathlon te doen. Dat is een keer aangevraagd door iemand in de comments. Ik wil daar nog wel een extra video voor maken, maar ik heb daar nu nog echt geen tijd voor gehad. Dat staat sowieso nog op de planning hier bij mij. Dus die video komt er sowieso nog aan. Ik heb het daar denk ik een paar weken geleden al over gehad. Maar die video komt er sowieso aan. Moet u daar geen zorgen over maken. Hey, dag iedereen. Ik denk dat fucking Loran daar ergens is. Ik weet niet hoe dat je dit scherp instelt of niet. Hij komt eraan. Binnen 2 minuten gaan we beginnen en ik heb stress. Dus. Maar alleen, Loran, geniet ervan. Kom. Wat denk jij? Wat denk jij? En jij, wat denk je? Ik ga even weer gelijk bij de kwarttriathlon gewoon een uitlegvideo maken hoe dat de sprinttriathlon is gegaan. Dus vorige week heb ik een kwarttriathlon gedaan, deze week heb ik een sprinttriathlon gedaan in Gent. De Mr. T triathlon. Een sprinttriathlon afstand is eigenlijk 750 meter zwemmen, 20 fietsen en 5 kilometer lopen. Het is geen officiële triathlon, dus we mochten sowieso een wetsuit dragen. Je mocht ook met tijdritfietsen rijden op de sprinttriathlon. Je mocht in groep rijden, je mocht zelf een groep met tijdritfietsen rijden. Dat maakt allemaal niet uit. Het is omdat het niet van georganiseerd is vanuit Triathlon Vlaanderen, maar vanuit Mr. T zelf. En dat is altijd aan de Blaarmeerse. En hij komt aan in de topsporthal in Gent. We gaan een keer even overlopen hoe dat die triathlon is gegaan voor mij. Het zwemmen, het begon eigenlijk met zwemmen. Normaal gezien is het een rolling start. En dan gokt je een beetje hoe lang dat je erover gaat doen bij het zwemmen. En dan gaat je in je groep staan en dan word je eigenlijk deel per deel in het water gelaten. Nu waren we met 350 man allemaal tezamen als massa start. Omdat ze aan het werken zijn in de buurt, was het omgewisseld het parcours, het zwemparcours. En was het de massa start, waar dan normaal het einde is, was nu de start. En we moesten allemaal zwemmen naar het startlint eigenlijk. En dan werd het startschot afgevuurd en dan mochten we vertrekken. Dus wat gebeurde er? Ja, ik zat eigenlijk redelijk goed van voor, maar een beetje redelijk veel aan de kant. Ik zal anders op een mapje tonen of op een foto waar dat ik zat. En ik zat dus aan de kant, waar dat ik kon staan. En mensen begonnen te zwemmen als het startschot werd afgevuurd. En ik kon eigenlijk direct mee. En voor het eerst in mijn hele leven heb ik, voor het eerst in alle
alle triathlons die ik heb gedaan, heb ik alles volledig in kraal gezommen. Het enige probleem wat ik denk is dat ik een beetje te veel heb gezommen. Ik denk misschien 100 meter te veel. Waardoor dat ik eigenlijk 2 minuutjes te lang heb gezommen. Omdat ik gewoon veel te ver van de boeien zwom. In plaats van gewoon in een rechte lijn het parcours afwerken. Ik heb gewoon mensen gevolgd die voor mij waren. Omdat het een beetje moeilijker was om mij te oriënteren. Als je zo met superveel mensen rond je zit. En je bent redelijk snel aan het gaan. En in mijn geval dacht ik van oké, ik ga gewoon kraal blijven zwemmen. Zien of dat lukt. En dan af en toe een keer kijken. En ik zag dan wel een boei. Maar het was een beetje moeilijk om mij te positioneren. Dus ik denk dat ik misschien een beetje te veel gezwommen heb. En uiteindelijk heb ik iets meer dan 16 minuten erover gedaan tijdens het zwemmen. Ik zal de exacte tijdstippen nog op het scherm tonen. Zodat jullie dat ook zien. Dus iets meer dan 16 minuten gezwommen. Dan ga ik naar T1. De eerste transition. En het waren eigenlijk langere transitions dan... het was eigenlijk een best een lange transition. Dus je liep uit het water. Het viel eigenlijk wel mee. Hè. Je liep uit het water. Je liep naar de transition zone op een parking. En dan moest je zo juist een keer rondlopen rond de hekjes. En dan moest je naar je fiets lopen. Ik had geen kousen aangedaan. Want het was een sprinttriathlon. Dus dan doe ik geen kousen aan. Dus gewoon wetsuit uit. Maar ik kreeg een beetje krampen gelijk in mijn benen of zo. Het was super raar. Dat was een beetje struggelen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Dus wetsuit uitgedaan. Schoenen aangedaan. Terwijl ik mijn wetsuit had uit, toen was helm op en zo. En op de fiets gegaan. Normaal ging ik die triathlon schoenen gebruiken. Maar ik heb eigenlijk nog niet genoeg de kans gekregen om ze te testen. Het is eigenlijk gewoon niet meer gelukt om dat te doen. Dus die heb ik niet gebruikt. Gewoon gelopen op mijn fietsschoenen. En naar het fietsen gegaan. Het fietsen was eigenlijk minder goed. Ik voelde mij niet echt... De eerste ronde voelde ik mij eigenlijk zelfs slecht. Dus heb ik eerst... De eerste, een kilometer of zo, het gat gedicht naar de groep. Dan ben ik eigenlijk in dat groepje gebleven. Maar het probleem is, bij zo'n triathlon, als je een slechte zwemmer bent, dan zit je vaak bij niet zo supergoeie fietsers. En het heeft geen zin om voor een groep uit te rijden aan dezelfde snelheid dan om bijvoorbeeld 40 per uur te rijden in groep. Dus bijvoorbeeld, we reden nu, had ik gemiddeld 37 km per uur op het fietsgedeelte alleen. Op mijn Strava staat er 35,5, maar dat is omdat dat deel waar ik aan het lopen ben naar de transition en dan teruglopen ben, erbij wordt gerekend. Maar het effectieve fietsdeel zelf had ik 37, iets meer dan 37 gemiddeld. En, ik bedoel, 37 per uur alleen rijden is zoveel lastiger dan 37 in een groep. Dus ik dacht, ik blijf gewoon in die groep rijden en misschien worden we nog gepakt door een snellere groep en kan ik daar dan mee meespringen. Loran! Oh, kom maar, Loran! Dus wat gebeurde er dan? In ronde 3, denk ik. In de voorlaatste ronde werden we ingehaald door een snellere groep en ik ben daar dan mee meegesprongen. Dus na, wat was het, bijna 15 kilometer ben ik daar mee meegesprongen. Heb ik daar mee meegereden en zijn we sneller gaan. Dan heb ik de laatste ronde nog gereden in een groepje en uiteindelijk dan iets meer dan 37 per uur gemiddeld gereden. Kom aan, Loran! Kom op! Allee, Loran, kom aan, rijden. Dat was eigenlijk niet zo goed. Ik merkte het al tijdens het fietsen. Ik trapte 198 watt gemiddeld voor 20 kilometer. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet goed. Iets meer dan 200 watt voor effectief het fietsgedeelte zelf. Bij de kwartriathlon een week ervoor trapte ik letterlijk 20 watt meer. En dat was voor 20 kilometer langer. En dat was ook mijn langer zwemmen ervoor. Dus dat was eigenlijk geen goede... dat was niet goed. Mijn benen waren niet... top, maar nu ook niet om te zeggen dat ik maar 200 watt zou kunnen trappen. 200 watt is eigenlijk voor mij net een beetje boven een rustige duurtraining. Dus dat was niet zo heel goed. Maar moest ik nu bij een betere fietsgroep geweest zijn, dan weet ik dat ik gewoon sneller had kunnen. Gelijk vorige jaren met die rolling start, wat ik zei. De beste zwemmers, die startten eigenlijk vroeger dan mij. Want ik was niet zo'n goede zwemmer, dus ik zat redelijk van achter bij de rolling start. Dus tegen dat ik begon, waren die beste zwemmers al in halverwege of zo. Tegen dat zij één rondje hadden gedaan, kon ik eigenlijk bijna beginnen met mijn eerste ronde de vorige jaren. Wat dat wil zeggen dat ik eigenlijk na mijn eerste ronde al direct bij een goede fietsgroep zat, waardoor dat mijn fietssnelheid hoger lag. En het kwam erop neer dat nu had ik sneller gezwommen en ik was op hetzelfde moment vertrokken als de beste zwemmers. Dus eer dat de beste zwemmers mij hadden ingehaald, zat ik eigenlijk al aan mijn derde ronde en kon ik pas vanaf mijn derde ronde mee met de snellere fietsgroep. Ja. Het heeft geen zin om zelf op je eentje 40 per uur te fietsen, want dat maakt je zelf naar de kloten. Dus ik dacht, ik ga mijn benen gewoon een beetje sparen, dat ik toch nog een goede 5 kilometer kan lopen. Ik weet dat veel mensen zich gaan overdoen en dat was ook dus uiteindelijk gebeurd. Ik heb een heel goede 5 kilometer gelopen. Er was wel echt heel erg veel wind, dus in de tegenwindstukken reden we eigenlijk 32, 33 per uur. Ja, sorry, maar als je dan in het wiel zit, dan dat voelde echt niet lastig. Dus. Dan had ik al snel de klik gemaakt in mijn hoofd van ja, ik ga hier niet wegrijden uit die groep en mezelf helemaal om zeep helpen. Omdat als ik, stel dat ik daar toch zou uit ontsnappen,
Zij komen 2 minuten later aan dan mij. En ik heb misschien 60, 70 watt meer getrapt voor 2 minuten of zo. En dan kan ik beter die 2 minuten dat ik trager zou fietsen bijvoorbeeld gebruiken om mijn benen te... Ja, niet te veel om zeep te helpen en goed te fietsen. Dus ik heb een paar kopbeurten gedaan. In de meewind vooral. In de tegenwind heb ik achter iemand gereden, want dat was gewoon mijn tactiek. Dan heb ik niet echt overgenomen. En dan heb ik een paar kopbeurten gedaan. Een paar keer goed doorgetrokken. Het was één technisch stuk met een bocht, waar dat ze aan het werken waren. En daar konden mensen soms al mijn wiel niet volgen. Gewoon omdat ze niet zo technisch zijn, denk ik. Als je al een beetje ervaring hebt met in een peloton rijden of door een bocht te gaan, je moet gewoon geen schrik hebben. Je moet gewoon vertrouwen in je banden en in je fiets. Allee, daar sloeg ik soms zelf al een gat. En had ik het gevoel dat er soms 2 of 3 mensen uit de groep gelost werden. Dus... Daar kan ik het fietsen mee afronden. Yo, Lucas. Ja, kijk. How is he going? Helemaal klaar. Ik kan hier lopen, gelijk zo 6 km per uur, jij weet. 2 uur voor de 5 kilometer, helemaal klaar. Loopt jij soms? Nee, de laatste keer dat ik heb gelopen was 8 augustus. Ja. En jullie zeiden dat tegen mij. Hey, sikke camera. Ja? Eerst was ik cash om te trainen. Eerst was ik cash om te trainen. Maar dan uiteindelijk was het... Nee, niet gedaan. Loran zijn favoriete bier. Lekker toch? Thrive. Nog nooit gedronken. Ja. Nee. Thrive heeft ons een bestelling gegeven. Dus we bedanken Thrive, onze sponsor van deze video. Dank je, Thrive. Ja, goed verhaal. En voor de rest, ja, het lopen, eigenlijk transition 2, ging vlot. Geen enkele kramp gehad, want ja, het fiets was niet lastig genoeg. Helm uitgedaan, blablabla, loopschoen aangedaan. En dan ben ik gaan lopen. Go, Loran! Ik ben eigenlijk redelijk snel vertrokken en ik dacht, hoe, dat ga ik niet volhouden. Dus ik heb een beetje getemporiseerd. En dan ben ik toch weer versneld, omdat ik voelde dat ik het wel zou kunnen volhouden. Ik heb bij mij dat zoiets mentaal, als ik mensen langs mij zie of rond mij zie, dan kan ik gelijk nog altijd een beetje meer pushen. Maar gedurende de hele loop had ik gelijk maar 1 versnelling, net zoals de week ervoor op de kwartriathlon, had ik gewoon 1 versnelling en daarmee begon ik te lopen en dat heb ik gewoon de hele tijd gelopen. Go, Loran! Let's fucking go, goed bezig! En uiteindelijk had ik 20:22 gelopen op de 5 kilometer, dus dat wil zeggen dat ik 4 minuten en 4 seconden per kilometer heb gelopen, wat dat voor mij mijn tweede snelste 5 kilometer ooit is. Als het effectief 5 kilometer was. Dus ik ben op zich wel content daarover, want ik heb totaal nog niet op snelheid getraind. Dus dat wil zeggen effectief dat mijn basis al heel goed gestegen is. En dat mijn threshold trainingen en tempo trainingen zijn vruchten aan het afwerpen zijn. En dat ik eigenlijk in een goede vorm aan het geraken ben. Dus daar ben ik eigenlijk super content van. Ik heb een heel goede looptijd gedaan. Iets in de 30, laag de 30ste looptijd van iedereen. En er waren meer dan 350 deelnemers. Hallo Rob! En nu aankomen, hè? Ja! Eigenlijk helemaal niet slecht. Zeker na het fietsen. Ik mag daar eigenlijk heel content over zijn. Ik kon goed mijn tempo aanhouden. Ik had een klein beetje steken, maar het viel op zich wel mee. En op het einde voelde ik zo nog iemand in mijn rug komen. En dan heb ik daar toch nog tegen gesprint op het einde. En ik heb die sprint dan nog uiteindelijk gewonnen op de finish. Dus ik mag eigenlijk heel content zijn over de triathlon. Over hoe dat de benen waren, zeker bij het lopen. Ja, ik heb mij niet echt kunnen testen bij het fietsen. Maar daarvoor ga ik dus zondag... We zijn nu dat ik dat opneem woensdag en vandaag komt ook de vlog online, dus daarom dat ik dit stukje nog even vlug opneem, dit moest er nog even in. Yo, Loran! Dan mag ik eigenlijk heel content zijn voor zondag. Want zondag ga ik een test doen. Een halve Ironman test. Mijn laatste test. Een belangrijke test voor mijn moraal en mijn mentaal een beetje voor te bereiden. Op hoe dat dan gaat aanvoelen. Zo'n lange wedstrijd. En ik wil een goede stimulus nog een keer. Voor over 2 weken dan te knallen op de halve Ironman. Overal heel goed gedaan denk ik. 73ste of 74ste overal van de 350 mensen dus. En 12e of 13e U23 van de 40.
Ik mag heel content zijn met hoe dat de stijgende vorm is. Ik ben nu eindelijk zelfs aan het opschuiven in de betere helft. Nu zit ik niet altijd perfect in de helft, maar zelfs een stukje in de betere helft. Natuurlijk, er is nog heel veel progressie mogelijk, zeker bij het zwemmen. Zeker bij een draftingwedstrijd, dat fietsen is gewoon... Allee, als je in een groepje zit bij een draftingwedstrijd voor triathlon, is dat echt heel belangrijk. Dus ik zie al dat ik een tijdje aan het opnemen ben. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was voor jullie. Ik ga de vlog nu editen, dus ja, merci om te luisteren. Hè. Ja, ik dacht, jij gaat mij niet meer inhalen. Ja, nee. Hey. Ja, ook los tegen hem aan het lopen. Ja. Ja, we hebben het ook gefilmd. Ja, maar ik voel alle kots opkomen hier als ik binnenkwam. Nee, ik voelde hem opkomen. En dan hoorde ik hem zo achter mij komen en ik dacht, jij niet zijn kop, hè. Hij was echt aan het bellen. Hij heeft geprobeerd. Ja, hij zei, fuck. Daarna heb ik hem aan het Ik reed op kop om eraf te gaan en hij zei zo, trager. En dan ik heb hem afgereden. Nee, en dan ik zag die in de hekjes liggen. Dus dat was voor mij. Ja, wow. Maar dat ik denk heftig. Dat ik het niet slecht heb gedaan, want ik denk dat mijn... Toen als ik mijn fiets ging zetten, was bijna helemaal leeg. Dus. En dan bij het lopen heb ik ook al direct veel last van mij. Nee. Ik denk dat ik zelfs een van mijn snelste 5 kilometers heb gelopen. How dead are you? Wat? How dead are you? Maar ça va, maar ik heb niet echt getraind op zo die high-end speed, dus het is niet... Allee, dus ik heb gewoon... Hoeveel? Wat? Ik heb 20-20 gelopen. Per? Met wat? 20-20 op de 5 kilometer. Allee, tot wanneer ik sta. Dus hij is 4,05 kilometer. Ja, mooi, hè? Sorry van mij. Nice. En, dat was echt raar. Maar ik ben aan het trainen voor die halve Ironman, hè, dus ik heb gewoon zo mijn base-snelheid, maar zo niet die... Ja, ik kan gewoon mijn tempo lopen en dat is het. Ik heb gewoon zo één versnelling gelijk. Are you ready, motherfucker? Hell no! Hebben jullie aan het parkeren? En Rune ziet het zitten. Beetje stress toch, hè? Beetje stress? Beetje wel. Als ik verdrink, mama, I love you. Zorg maar dat Jent in een goede positie kan vertrekken. Maar ik kan de tweede ronde mee met de goede peloton. Ja, ça va. Beter dan jou kan zwemmen, lijkt je echt uit. Maar Rune gaat niet beter zijn. Wat? Dat bankje is gone. Jongens, altijd uw ding zo doen hier. En dan die flap erover. Dan kan dat niet naar beneden getrokken worden tijdens het zwemmen. Dat is beter dan surfwetsuit. Ja, toch? Dat is kei stretchy. Glijdt ook zo smooth. Ja? Leuk. Kom, ga maar naar de start. Ze staan daar allemaal, hè. Over 2 minuten beginnen. Wat moet je doen? Gewoon zwemmen. Ja? Wat moet ik doen? Ik denk surfen. Hey, maar als dat is, dat easy winnen. GG easy. Ja, ja. Wel van voor staan, hè. En? Ça va. Dat was goed, hè. Ja. Dat was best decent. Ik weet ook niet welke tijd. Maar we moesten keilang wachten. Ja, terwijl de baan was nog niet gecleared. Nee, er zijn zo meezwemmers of zo. Ah. Ik weet niet, zo toezichters op het water. Er waren er 4 van die dudes verdwenen of zo. Ah. Dus we moesten wachten. Maar we mochten dan wel al in het water gaan, want ik begon echt veel te warm te krijgen. Ja. Klein beetje opgewarmd. Maar dat heb je echt nog goed gedaan. Nol en zo plots. Rune is daar, nu al. Hij zat echt 3 minuten of zo achter de kop. Echt niet zo ver. Maar ik had nog een iets hogere steady pace kunnen houden, want je bent op het einde beginnen doorzwemmen. Maar ik kom zo uit het water, die dude vraagt ze van, hij zegt zo, pas op, het is glad. En dan vraagt er een ander zo van, ça va, gaat het mee? Ik zo, ja, ça va. En opeens ben ik van, oh fuck, mijn maginaat gaat eruit komen. Heb rustig gejoked. En dan daarom dat hij zo deed. Ja. Oké. Oké, iedereen, wij zitten in de auto, want ik heb Norman afgezet aan het station hier. Of ja, ik ga het nu afzetten. We zijn er nu aangekomen aan het station. Ze gaat de trein nemen naar Denderleeuw. Oh, helemaal moe. Morgen geef ik sportkamp, dus ook een drukke dag. En dan moet ik ook nog wat dingen voor in orde brengen. Dus ik ga zien of dat ik op tijd afkrijg. Allee, of dat ik de vlog vandaag afkrijg. En dat ik misschien dan morgen het deeltje opneem van waarin ik wat uitleg geef over de triathlon met de beelden die vandaag zijn geschoten. Dus dat is wel een goed idee, denk ik. En dan, ja...
ga ik Nolan nu afzetten. Hè? Zo iedereen, merci om te kijken naar de vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de uitleg van de sprintriathlon. Het is tijd voor mij met mijn badge te gaan. Morgen moet ik er om 7:30 uit, want ik heb sportkamp dus. Ik moet er om 8:30 zijn en om 16:00 is dat gedaan. We gaan een leuke dag hebben op sportkamp. Jammer genoeg kan ik jullie daar niet mee meenemen. Maar daarna ga ik normaal gezien wel eventjes nog gaan zwemmen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Ik heb mijn best gedaan vandaag. Volgende wedstrijd is dus de halve Ironman, dus begint er echt wel effectief aan te komen. Volgende week zondag nog een laatste grote training. Deze week wil ik wel nog even goed trainen. De week daarna wil ik ook nog even gewoon goed doen. En dan kan ik taperen richting de halve Ironman. Merci iedereen om te kijken. Ik hoop dat jullie het hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6:00. Als ik op tijd upload, vandaag is het jammer genoeg niet gelukt. Maar dan zie ik jullie morgen dus weer bij een gloednieuwe vlog. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus. Nice.